Goed, ik ga dus binnen 5 minuten en in een paar gedichten zo eerlijk mogelijk tegen jullie zijn, aangezien we elkaar nu toch spreken. En het eerste gedicht dat ik ga doen heet De Waarheid. Ik weet niet altijd hoe ik me moet gedragen. Ik kom te laat op afspraken en denk toch elk jaar opnieuw dat ik zonder agenda kan. Ik word ongemakkelijk van verliefd zijn. Ik geloof nog steeds dat iemand slecht over mij praat als ik een piep in mijn rechteroor heb. Ik droom 's avonds van beroemd zijn. Ik neem uitdrukkingen van anderen over en hoor mezelf dan praten. Ik heb geen geduld om een tv-serie te volgen. Soms lieg ik en dan geloof ik mijn eigen leugens. Ik verschoon mijn bed niet vaak genoeg. Ik ben melancholisch wanneer ik tijd over heb, maar weet tegelijkertijd dat dat een luxe probleem is. Dus, nou lijkt het net alsof ik heel veel ervaring heb en dat is niet zo, maar die ervaring die ik wel heb, heb ik geprobeerd in dit gedicht te doen en die is voor alle meisjes, alle vrouwen in het publiek, tips voor meisjes. En zullen er nog vele mannen komen die beweren dat je deze film echt moet zien of dit boek echt moet lezen, omdat je iets zal leren over de waarheid. En zullen er nog vele vrouwen komen met grotere borsten of glanzende haar of van die guitige sproetjes of erger nog, zo'n hele spontane meid. Je moeder zal je nog vaak vertellen dat vroeger alles beter was, dat kleine kinderen kleine zorgen betekenden en dat mijn ouders meer van hun kinderen houden dan andersom. Zo gaan de dingen. We hebben geen ware liefdes, maar ook geen ware vijanden. De films leren ons niets. En uiteindelijk bleek dat je moeder de hele tijd gelijk had. En deze gaat over familie. Dat is ook altijd een geliefd onderwerp. Ik hou niet van familiefeestjes en bijna niemand. Dus koffie en gebak. Op verjaardag bij tante Henny en we eten blokjes kaas. En als er een stilte valt, is er altijd iemand die zegt dat de dominee voorbij komt. Het is fijn om ergens zeker van te zijn. Zoals oma die liever had gehad dat mijn vader met een vrouw was getrouwd die kon breien, want dat was gezelliger geweest. En vooral mijn moeder die principieel weigert om te leren breien, maar het zich wel aantrekt. Het is fijn dat de dingen zich herhalen. Zoals mijn neefje die vrachtwagenchauffeur wil worden, net als mijn vader en zijn opa, dus ook mijn opa. En mijn andere neefje wordt autospuiter en zo blijven de dingen binnen de familie. Het is uiteindelijk toch je bloed, ook al ken je ze niet en lijken ze niet eens op je. Als de blokjes kaas op zijn, gaan we allemaal naar huis om 365 dagen later weer te herhalen. En dat noemen we dan een reunie. En de laatste is een hele korte, gaat over toen je nog afspraakjes ging houden. Dat was hier in de Dobbio, sluit ik reclame. Een cappuccino graag. Ik nam al mijn dates mee naar dezelfde koffiezaak. Tot een tweede date kwam ik nooit, maar het personeel begon me te herkennen. Dat tenminste wel. Dank u wel.